Hoi, ik ben Sam en dit is een video review van de nieuwe iPad. Uh, de nieuwe iPad, de iPad 3, hoe je hem ook wil noemen, de iPad uit 2012. Er zijn al een heleboel goede reviews op, uh, op het internet te vinden, dus ik kan een paar reviews aanraden. Dit is uh, gewoon ter ondersteuning van bij voorbij de geschreven review op tabletsmagazine.nl. Dus uh, kijk bijvoorbeeld naar de hardware.info review, de Consumentenbond, of als je in het Engels wil kijken naar iets van Techno Buffalo, The Verge of zoiets. En, een YouTube search uh, kan je bij een paar hele mooie reviews uh, brengen. Nou, als we even gaan kijken naar de iPad, de nieuwe iPad, uh, zien we dat eigenlijk gewoon uh, het is nog steeds een iPad. Is, hè. Het ziet eruit als een iPad. Het heeft dezelfde aansluitingen. De dock connector aan de onderkant. Uh, Volumeswitches en dat soort dingen. We zien een iets grotere camera. De aan- en uitknop. Uh, natuurlijk gewoon de 3,5 mm jack voor je headphone. Uh, daar in het midden zit de microfoon. En aan de voorkant zit nog de button, uh, de home button. Het is dus gewoon nog steeds een iPad. En het ziet eruit als een iPad. Hij is ietsjes zwaarder, wat ik wel merk. En ietsjes dikker, wat ik niet merk. Uh, maar na een paar dagen ben je ook wel weer aan het verschil in gewicht gewend. Uh, om te bewijzen dat het echt gewoon bijna hetzelfde formaat is als een iPad 2. Heb ik hier een speciale plastic case die. Uh, Speciaal voor de iPad 2 is en die past gewoon prima. Ik gebruik deze met veel plezier. En eigenlijk moet dat wel illustreren dat dat gewoon. Uh, eigenlijk betekent dat de, iPad, de nieuwe iPad en de oude iPad gewoon hetzelfde formaat hebben: het scheelt millimeters. Maar het draait natuurlijk vooral bij de nieuwe iPad om het nieuwe display. Een Retina-display. Retina is eigenlijk niks anders. Dan dat je zoveel pixels op een scherm propt. dat je oog geen onderscheid meer kan maken. in de verschillende pixels. En ik kan vertellen dat het inderdaad een prachtig, prachtig mooi scherm is. En net zoals alle andere reviews op het internet. moet ik ook zeggen: van goh, wat ik ook probeer qua filmen of uh, fotografie en dat soort dingen. Het doet geen recht aan het, aan het beeldscherm. Je zult echt hem een keer bij, bij vrienden, buren of de Apple Store uh, in het echt moeten zien. om te beseffen wat voor een scherm er nou op zit. Want het is uh, via YouTube of wat voor een medium dan ook. bijna niet te doen om te illustreren. Uh, dat betekent dus ook dat, je da dat ik daar niet zo heel veel aandacht verder meer kan aan kan geven in de, in de review. Het is gewoon uh, visueel niet te illustreren. En uh, ja, het, ik beloof zeg maar dat het gewoon een heel erg mooi beeldscherm is. Een paar van de andere verbeteringen van de nieuwe iPad heeft ook eigenlijk met het scherm te maken. Zo zit er een veel grotere batterij in de iPad en een nieuwe processor. Of in ieder geval het grafische gedeelte van die processor is nieuw. Um, ik zeg dat het met het scherm te maken heeft, want eigenlijk zijn die vernieuwingen vooral juist uh, in dienst van dat nieuwe scherm. Er zit 70% meer jus in de batterij, maar omdat dat scherm vier keer zoveel pixels heeft en dat is allemaal niet uh, lineair te vergelijken, maar is er dus ook meer batterij nodig om al die lichtjes op te laten lichten, zeg maar. Uh, dus dat verschil in batterijleven, dat merk je niet. Het is nog steeds om en nabij hetzelfde. Ik heb het niet met een stopwatch getimed, maar ik merk daar geen verschil van. Uh, omdat er zo'n grote batterij in zit, duurt het ook wat langer om hem op te laden. Ik kom op 5,5, 6 uur. Uh, ik heb het een paar keer een beetje in de smiezen gehouden. Dat is vo volledig acceptabel. Je kan je iPad gewoon s'nachts opladen. En dan is hij s'morgens so uh, weer uh, good to go, zeg maar. Een andere uh, ja, verbetering, zeg maar, in de nieuwe iPad, is dus die nieuwe processor. Um er zijn nu vier grafische uh, kernen. En niemand die dat wat zegt, behalve misschien uh, mensen die echt onwijs veel uh, over dit soort dingen leest. Uh, het is gewoon sneller. En die snelheid is, uh, staat ook weer in dienst om al die pixels aan te sturen. Uiteindelijk merk je daar weinig van. Het is gewoon op hetzelfde niveau als de iPad 2. Al moet ik wel zeggen dat het opstarten van apps en dat soort dingen. Net iets sneller gaat op de, op de nieuwe iPad. Dus al met al blijft er net een beetje extra kracht over om het ding iets sneller te maken. Maar voor de rest is hij gewoon vergelijkbaar van het level van de iPad 2. Ook spelletjes waren op de iPad 2 eigenlijk al gewoon snel genoeg. En hier zijn ze misschien iets sneller qua opstarten. En is die grafische kracht nodig om al die pixels op het scherm aan te sturen? Dat maakt dat de spelletjes iets mooier kunnen zijn. Dat er wat meer effecten eventueel mogelijk zijn. Uh, is dat ook weer te vergelijken gewoon met de ervaring op de iPad 2? Alleen dus met een prachtig mooi uh, scherm erop. Met extra veel pixels. Hè? Vier keer meer pixels dan op de iPad 2. Dus ook daar weer een vergelijkbare ervaring. Maar wel weer met een mooie scherm. Nou, ook de camera op de, op de iPad is vernieuwd. Vooral of eigenlijk alleen de camera aan de achterkant. Het is in principe schandalig, natuurlijk, dat de voorkant niet verbeterd is. Dat is nog steeds dezelfde crappy camera die op de iPad 2 zat. Maar dit is bijvoorbeeld een foto gemaakt met de camera aan de achterkant van de iPad. Het is een 5 megapixel sensor, maar met de. Hoe noem je dat? De optics, hè? de de lensjes eromheen en dat soort dingen van de iPhone 4S. En het maakt echt uh, mooie foto's. Ik hoop dat het een beetje overkomt op de, uh, op de film. Maar ik heb in de geschreven review een link staan waar je een heel zootje foto's goed kan bekijken. Ook video's maken met de nieuwe iPad kan goed. Je kan in 1080p kan je, uh, video's schieten. En dan heb je meteen natuurlijk geinige software om. Uh, ja, om dat te bewerken en als je dan uh, bijvoorbeeld, gaan we hem eventjes een stukje bekijken, een, een filmpje die ik gemaakt heb van een uh, paar dieren die lekker zitten te eten in de zon. Nou, ja, en dat zijn toch eigenlijk wel de belangrijke dingen die je kan zeggen over de nieuwe iPad. Pixels, Pixels, Pixels. Zoals John Gruber in zijn review noemde. Uh, ja, Pixels, Pixels, Pixels. Een hartstikke mooi scherm. Maar gewoon met dezelfde ervaring die je kreeg op de iPad 2. Dus de beste tablet ervaring kan je nu ook verkrijgen, zeg maar, met een beter scherm. Daarom. Uh, Bleef ik zeg maar de nieuwe iPad als een configuratieoptie? Apple houdt ook niet voor niets de iPad 2 in het assortiment. En nu kan je de beste tablet kopen op de markt vanaf 399 euro. Wil je de beste tablet met ook nog eens een keer een achterlijk mooi scherm? Dan kan je wat meer betalen. Volgens mij is 80 euro de stap omhoog. Om te switchen zeg maar, naar een Retina-versie. Al is daar het wel zo dat ik zou zeggen: ga voor een 32-gigabyte-versie. Want uh, het gaat toch best wel rap hoor met, uh, met, met die grotere apps. Dus uh, wil je veel gebruiken, wil je veel uh, opslaan op je iPad. bedenk dan goed welk formaat je wil. Oké, okay, nou, dit was uh, mijn filmpje voorbij, de geschreven review op tabletsmagazine.nl. Uh, lees daar uh, andere bevindingen en uh, ja, hè, mijn review. Daar staan ook linkjes naar foto's en video's die bewerkt zijn op de iPad of gemaakt zijn met de iPad. Uh, al met al, dus echt e absoluut de beste tablet op de markt. Uh, nogmaals, dit is het beste wat je kan kopen uh, als het gaat om een tablet. Heb je een iPad 2, denk ik dat de stap niet groot genoeg is. Heb je een iPad 1 of een Android tablet, is dit zeker interessant. En volgend jaar is er vast weer wat nieuws.